Op 13-jarige leeftijd won hij het Prinses Christina Concours, afdeling Zuid. Slagwerker Jacob van Eyck. En hij is hier en hij zegt op zijn website in ieder geval: marimba's are cool. Goedemorgen. Kom een beetje hierheen. Marimba's are cool. Wat is er zo cool aan een marimba? Nou, het geluid. Dus het geluid. Klinkt echt geweldig. Mm-hmm. En is het moeilijk om te bespelen? Nou, het moeilijkste is om het juiste plankje te raken. Dat is wel heel goed. Maar is dat heel erg moeilijk of is het vooral moeilijk als je met meerdere stokken speelt? Nou, het is, maakt niet uit of je met vier stokken speelt of met twee. Het is altijd moeilijk om het juiste plankje te raken. Aha. En het juiste plankje, want dit kun je nog goed raken, maar is dat je niet op de zijkant is, maar precies in het midden? Of is dat het plankje raken? Ja, het plankje raken is vooral het midden, maar niet dat je bijvoorbeeld aan de zijkant slaat. Want dan kan het zijn dat je of deze mee, ja, dan klinkt die ook mee. Maar je mag ook niet hier slaan, want dan klinkt die niet mooi. Aha. Laat eens horen. Hoe dat niet mooi klinkt. Kijk, zo klinkt het dus niet mooi. Zo wel. Ja, dat is een groot verschil. Wanneer ben je begonnen met dit instrument? Over 3,5 jaar geleden. En daarvoor? Daarvoor heb ik eigenlijk alleen maar kleine trommen zo gedaan. Aha. En drumstels. En hoe kwam je op dit instrument? Nou, ik ben dus... ons papa en mam die zeiden dat ik meer allround slagwerk moest gaan doen. Dus ook andere instrumenten in de categorie slagwerk. En toen ben ik rond gaan kijken en ben ik bij de marimba terechtgekomen. Okay. En dat vond ik erg gaaf. Dus, Hey, want ik las, heb jij bijvoorbeeld muziekles gehad op de lagere school? Nee. We hebben niet echt, echt muziekles gehad, maar wel een klein klokspel van een hele kleine marimba dat ook wel. Maar. Ja, want ik las dat in een krantje al een tijdje terug hoor. Maar het klokkenspel terug in de klas. Dat er weer steeds meer scholen, hier in Amsterdam is een project, dat ze steeds meer weer geld en uren gaan stoppen in muziekles voor kinderen. Maak jij nou eens een pleidooi, waarom is het zo belangrijk voor jonge mensen om met muziek te beginnen? Wat is er zo leuk aan? Nou, het is vooral leuk en het is een goede hobby. Mm-hmm. En het, Wat maakt het een goede hobby? Is het leuker dan voetballen? Of? Nou, het is iets anders dan voetbal. Nou, probeer. Muziek is toch wel iets anders dan, dan sport of zo. Maar ik heb ook wel eens ergens ooit gelezen in een krantenbericht ook dat het, het is beter voor iets met de hersenen, dat je er betere ontwikkeling door krijgt dan muziek. Ja, dat klopt. Dus dat is allemaal een heel groot pluspunt van muziek. Ja. Buiten dat het gewoon heel erg leuk is om te doen, ja. Natuurlijk. Hey, wil je je leven ervan maken? Dit, wat ga je hierna doen? Je bent pas 14 jaar. Ja, ik zou het eerlijk gezegd nog niet weten wat ik erna wil doen, maar als hobby blijf ik het altijd doen. Dat staat vast. En waarom weet je nog niet zeker of je naar het conservatorium wil bijvoorbeeld? Nou, omdat ik weet nog niet of je daar goed de kost mee kan verdienen. En daar maak je je nu al zorgen over? Ja, maar misschien is het later, kan het wel heel goed en dan zou ik er wel... Want je hebt ontzettend veel talent. Je hebt al een paar prijzen gewonnen ook. Ja, ja. Zo. Dus er zit toekomst in. Zou zomaar kunnen. Ja. Je gaat een stuk spelen voor ons. Ja. Van wie is het? Het is van Keith Larson. Mm-hmm. En kun je een beetje iets vertellen over Keith Larson of is het moeilijk? Ik zal het proberen, maar ik geloof dat het een... het is een leraar muziek aan een universiteit in Amerika. Mm-hmm. Maar ik weet dat niet helemaal zeker. In Kansas City? Ja. En dat is een percussion school, is het. Heb je nou nooit het idee of de droom dat je dacht van... Daar zou ik best wel eens heen willen als ik later wat groter ben, nog? Nou, ik heb eigenlijk nooit aan gedacht, maar nee? Misschien zou het nog wel zijn. Is het een moeilijk stuk? Wat is een aantal delen, hè? Valt het stuk? Het bestaat uit drie delen. Dus het eerste deel, dat is gewoon swingend een beetje. Mm-hmm. En het tweede deel, dat is echt rustig. En het derde deel, dat is wel wat spectaculair is. En het is een heel dynamisch stuk ook, hè? Ja, dat klopt. Je moet heel erg zacht en ook iets forser af en toe spelen. We gaan luisteren. Ja.